Dag lieve mensen, ik ben Francis van Broekhuizen en ik ben voor één keer NC's Life Coach. Mijn familie vindt dat ik kattig word als ik spelletjes speel. Ik ben gewoon fanatiek. Moet ik me daar nou echt voor excuseren? Moeilijk hè, want ik ken dit gevoel. Dan ben je zelf, heb je helemaal soms niet meer in de gaten waarschijnlijk hoe je overkomt, omdat je in het spel zit. Maar als de familie zegt dat je kattig bent, moet je misschien toch een beetje naar je familie luisteren. Want je wilt toch niet te boek staan als een vervelend stuk vreten in de familie, zou ik zeggen. Ik kan het vals spelen niet laten als ik dreig te verliezen. Hoe kom ik hiervan af? Als je het vals spelen niet kan laten, dan zou ik toch een beetje therapie gaan zoeken. Want het is niet nodig. Het gaat erom dat je met elkaar iets leuks doet. En dat je een gezellige avond hebt zonder tabletten en zonder telefoon en zonder tv. Ik kan echt niet tegen mijn verlies, maar houd wel van spelletjes doen. Hoe kan ik hiermee omgaan? Probeer te denken dat een kinderachtig iets is. Zoek even uit waar het vandaan komt. En ga wel gewoon die spelletjes doen. En probeer niet te veel te denken van ik moet winnen, want dan komt er een druk op te liggen. Denk gewoon, ik ga het nu doen en ik zie waar het schip strandt. En als je dan wint, wees dan heel oprecht blij. En als je verliest, is het niet erg. Er gaat niemand dood als je verliest. Heb je hier wat aan? Ik hoop het.